Je geeft iemand een bepaalde straf, in mijn geval dus taakstraf voor jongeren. Wil je wel weten of het ook goed werkt en als het niet goed werkt, wat je dan zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat het wel goed werkt. Ik doe onderzoek naar de effecten van taakstraffen voor jongeren die worden opgelegd door kinderrechters in Nederland. En daarbij kijk ik naar, ja, wat is het effect van een taakstraf? En daarnaast kijk ik ook naar, doet een taakstraf dat beter dan andere soorten straffen, zoals bijvoorbeeld een korte gevangenisstraf? Ik ben Gwendolyn Koop-Scheuze en ik ben 26 jaar en ik ben promovenda aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, meer specifiek bij Erasmus School of Law. Sowieso is het een hobby van mij om menselijk gedrag te analyseren. En in de criminologie is het eigenlijk zo dat je menselijk gedrag bestudeert. En in mijn geval het menselijk gedrag van jongeren die zich niet gedragen zoals de sociale norm. Die dus delinquent gedrag vertonen. Tijdens mijn masterscriptie kwam ik erachter dat er heel weinig bekend is op grootschalig niveau over de effecten van taakstraffen voor jongeren. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf. Dus als het een werkstraf is, dan moet iemand onbetaald werk doen. En als het een leerstraf is, dan moet iemand een korte gedragsinterventie doen. Ik onderzoek dit door aan de ene kant een heel groot dataset te analyseren met allerlei data over veroordeelde jongeren die een taakstraf kregen opgelegd. In dat dataset kijk ik dan naar bijvoorbeeld, valt iemand wel of niet terug in de criminaliteit, hoe vaak en hoe vaak over een bepaalde periode. En aan de andere kant heb ik echt jongeren die een taakstraf kregen opgelegd, heb ik geïnterviewd op meerdere momenten. En dan ga ik daar met hun zitten en dan stel ik hun vragen over wat ze allemaal moeten doen en of zij vinden dat het wel of niet werkt voor hen en waarom. Mijn onderzoek naar de effecten, beleving en ervaring van taakstraffen opgelegd aan veroordeelde jongeren in Nederland is geslaagd als mijn proefschrift is afgerond en mijn onderzoeksresultaten daadwerkelijk zijn gebruikt in de praktijk.